Mensen, ik heb 10 games gespeeld op deze vrijdag. 6 daarvan heb ik live op stream gedaan. Heb ik ze allemaal gewonnen? Ga het even checken. De stream staat op mijn kanaal. We gaan de laatste 4 van vandaag spelen. 10 wedstrijden is het maximum. Ik kan jullie alvast verklappen. Er is 1 keeper in die game die mij zo erg irriteert. Wat op mensen, welkom terug op mijn YouTube kanaal. Mijn naam is Aristotle Ndunu en ik heb weer een Weekend League video voor jullie. In deze video spelen we 4 wedstrijden, dan eindigen we op een totaal van 10. Dat vind ik wel mooi voor de vrijdag en dan doe ik er morgen nog 10 en zondag 10. Dan heb je het netjes verdeeld, 30 games. We hopen op een heel mooi resultaat. Zoals ik net al zei in de intro, er is een keeper die mij zo erg frustreert. Dat is niet normaal, ik moet gewoon zo rustig blijven. Maar dat zien jullie zo meteen in de video. Hebben jullie er een beetje zin in? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn YouTube kanaal, jongens. We gaan lekker, we mogen niet klagen. Je kunt me volgen op de gram, Aristotle Ndunu, en dan gaan we gewoon starten met de wedstrijden. Goed, dames en heren, daar zitten we dan. Eventjes wat anders. De oefenarena. Dit doe ik altijd voordat ik ga spelen. Voordat ik qualifier speel, voordat ik de E-divisie wedstrijden speelde. En voordat ik Weekend League games speel. Eventjes voor het balgevoel. Een beetje gaan skillen, een beetje gaan schieten. Voor het zelfvertrouwen ook bij het afronden 1-op-1. Dus ja, misschien is dat ook wel handig voor jou. Oké, jongens, ik ben het vergeten op te nemen. Het begin. Ik weet niet wat ik aan het doen was, maar ik speel tegen Diamond Supply Co. Ik laat ook meteen even zijn team zien. Hij speelt met Gomez. Heel goed. Dries Mertens, Paulo Dybala, Milinkovic Savic, Rabiot, Goretzka, Skriniar, Hernandez, Handanovic, Florenzi en Alaba. Oké, dat is wel een goed team hoor. Goed, Sissoko wint het kopduel. Speelt Son in. Is Cristiano. Dit was te doorzichtig. We krijgen met geluk die bal terug. Dit is Son. Dit is Chris. Fysiek sterk. Top. Even inhouden. Kijken wie de beste optie is. Mbappé, geen buitenspel. Cristiano. Voor de finesse. Redding. Ook niet hard genoeg ingeschat. Goed, Mbappé met ruimte. Goede aanname. Person. Niet te gehaast aanvallen, jongens. Wat een shitbal van. Wan-Bissaka, dacht ik. Mbappé. Goed, Son. Korte hoek. Golasso. Geen buitenspel, nee toch? Prima. En dan de celebration, jawel. Kijk die glimlach. Doodlachen. Goed, Vieira, goede onderschepping. Daar is Chris. Wegdraaien, Skriniar. Son, top. De actie. Finesse maar, hij maakt een fout. Kijk, Golasso. 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 En weer de celebration, uiteraard. Niet denken, maar doen, boys. En wees kalm voor het doel, jongens. Kijk altijd wat je tegenstander doet qua goalkeeper movement. Hij had zoiets van, hey, ik twijfel, moet ik nou uitkomen? Moet ik nou naar links of naar rechts? En toen dacht ik, ja, finesse, ruimte. En Son die kan dat. Doelpunt 2-0. Geen buitenspel. Kaats, Mbap. Hij moet kiezen. Dit is goed. Goede paas. Ja, jongens. Son erlangs. Neymar. Balrol. Kijk, kijk. Oh, hij wilde hem nog bijna naschieten. Fenomeen. Oh, hij schoot er nog bijna na. Oké, mijn tegenstander heeft start gedrukt. Gaat hij er vandoor of niet? Twijfelt hij? Gaat hij wat dingetjes wisselen? Ik weet het niet. Yes, mijn tegenstander is weg. Raw versus Inferno. Hij stuurt mijn bericht, maar daar heb ik geen zin in. Dan is dit de tussenstand, jongens. We gaan 7-0. We gaan heel erg ons best doen om de 10-0 te halen. We spelen tegen Nogi FC. Zo, iedereen speelt narrow, man. Oké, we hebben Sissoko, Ndombele, Wijnaldum, Aguero. Heel goed. Lacazette goed. Pookie is echt heel goed in de counter. De rechtsback ken ik niet. Davinson Sanchez en Bees, Langley, Lloris en Semedo. Grappig team heeft dit. Nogi FC. Kijk, dit is een fout van de tegenstander. Top. Cristiano door. Geen balverlies leiden, niet doen. Goed, balletje op Son. Neymar, balrol. Chris. Oh, zonde. Hij speelt gehaast naar voren. We zetten druk op hem, dat is top. Ik wil een goaltje zien, man. Heel verwachten. Son, waar ben je? Daar ben je, Son. Verhoek, finesse. Oh, wat een golasso. Juist de snelheid ook van het schot. Lijp. En uiteraard de celebration. 1-0. Goed, Chris. Topper. Mbap. Dit verwacht hij niet. Strakke bal, Chris. Boom. Let's get it. 2-0. Ja, dansu. Dansu. Ah, je kan het zat worden, maar ik geniet ervan. Samen om Titi. Shout out naar jou. Ah, hier kon ik echt niks tegen doen, man. Hij loopt gewoon door Eder Militao in. Hij stond ertussen, maar ja. Bizar, gap. Oké, een beetje vreemd, boys. Het is rust. Ik sta 2-1 voor. Waar ik eigenlijk 2-0 voor had moeten staan. Maar ja,
ik voel een beetje een momentum switch of zo, dus ik moet niet te veel risico meer. Ik wil net zeggen, dat kan echt niet wat hij hier doet. Die sokken, doe maar. Ik wil net zeggen, als dat van de lijn werd gehaald, wat een fout van de tegenstander. En de dans. Jawel, 3-1 voor. Oh, wat een redding. Zag je die tackle? Ja! Oh, wacht. Krijg ik hier een goal uit? Nee. Oeh, wat een tackle. Dat deed ik manual. Oh, wat sick. Goed, dames en heren. De wedstrijd zit erop. We speelden tegen Power Hurley 1. Nogi FC. We hebben 3-1 gewonnen. Oké. Dus dan gaan we nu 8-0. Oké, in deze wedstrijd spelen we tegen One Way Ticket met Crespo. Interessant. Bill, Marshall, Fekir, Vidal, Sissoko, Robertson, Laporte, Langlais. Sterk duo. Ter Stegen, beste keeper uit het spel. En Semedo. Zidane als coach. One way ticket. Hij heeft een goed team. Goed, Ronaldo. Met een merkwaardige scoopturn. Hij gaat diep. De steekpas van Sandro. Hij is veel te hard, maar de keeper komt niet. Twijfelt. Hij keepte wel, hè? Met Ter Stegen. Top. Son. Hij valt niet aan. Dragback. Finesse. Oh my days. Jongens, Ter Stegen, man. Echt. De keeper is... De Stegen is niet normaal, man. Oh, hij geeft een hakbal. Zo gevaarlijk. Cristiano. Doen. Weer Ter Stegen. Wan-Bissaka. Laatste aanval, jongens. Laatste aanval. Maakt hij een fout? Oh, ik hoopte dat hij die verhoek zou keepen. Cristiano, win het. 1 keer. Niet. Wordt het weer van de lijn gehaald. Ongekend. Ongekend. Ik heb zoveel kansen en Ter Stegen die houdt alles. 7 schoten, 4 op doel. Hij had er maar eentje. Ja, ik heb meer balbezit. Maar hij moet goed komen, rustig blijven. Oh, wat irritant zeg. Nou, de actie van Son. Even inhouden. Neymar, korthoek. Echt niet normaal. Goed, Son uit. Dit is Chris. De finesse. Eindelijk, de welverdiende goal. Hij kan niet weg blijven komen, man. Niet normaal. Nog even ontspannen het dansje. Zo. Militao. Ferdinand. Mijn redder in noodgap. Ferdinand. Oh, Ferdinand. Goed, guys. Ik heb dit gewoon uit moeten spelen. Maar dit was echt ongelooflijk. Dit was echt ongelooflijk. Dit zijn die wedstrijden die je gewoon verliest, hè, normaal gesproken. Maar ja, redding. Ter Stegen. Heel de dag was hij aan het redden. Wat een keeper, man. Maar ja, goed. Winst, het enige dat telt. Gelukkig maar. Oké, jongens. De laatste tegenstander van deze video. Bremen VFB. Aubameyang. Poeh, dat is een goede speler. Wijnaldum. Firmino. Felipe Anderson. Dembele. Frenkie de Jong. Is dat Odriozola? Centerback ken ik niet. Eden Militao. Thees en Areola. Oké, grappig. Goed. Ik finesse hem. Son! Wat een shot. Hij drukt op start. Hij gaat er niet van door, toch, gaf? Nee, toch? Hij drukt start. Wat gaat hij doen? Hij is weg. Rage quit. Rage quitta. Oké. Okay. Het was kort, maar krachtig. Dan gaan we 10-0, mensen. Poeh, het was wel tijd, man, met Ter Stegen. Niet normaal. Wat een keeper is dat. Echt superlijp, superlijp. Ik laat nog heel veel mijn team zien waar ik mee heb gespeeld en welke opstellingen ik heb gebruikt. Misschien is dat wel handig voor jullie om te weten. Dat doe ik in elke video. Even kijken, FC. Nou, nog steeds fantastisch, man. Fantastisch. We hebben Oblak op doel. Ja, mijn team kennen jullie eigenlijk al. Misschien ook van de streams. Maar de mensen die nieuw zijn, die weten natuurlijk niet. Aangepaste tactics. Custom tactics. Ultra verdedigend, daar ging ik net op. Want dat was echt... Het was nodig, man. Ik was veel beter. Maar je wil niet dat hij dan toch wel met geluk er doorheen komt en het doelpunt maakt. Dus ik speelde met 5 achterin. Wan-Bissaka op rechts. Sandro op links. Wan-Bissaka is het echt waard, jongens. Ga hem halen. Haal hem als rechtsback. Ik had eerst Walker hiervoor. Is ook een goede back, maar Wan-Bissaka is net wat sterker en wat groter. Nou ja. Ja, deze opstelling is niet heel interessant. 4-2-3-1. Die is wel relevant. Ja, toen ik 1-0 voor stond, switchte ik naar 4-2-3-1. Omdat ik zoiets had van, ik wil niet te veel risico's nemen. Vooral op het middenveld wil ik dat driehoekje hebben tussen je cam en je twee CDM's. Vira, die laat ik dan tussen mijn verdedigers vallen. Waar zet je dat neer? Achterblijven. Kijk, die laat ik dan tussen de verdedigers vallen, zodat je eigenlijk gewoon
verdedigend met drie centrale verdedigers staat. Dat is dan wat ik doe. Maar normaal gesproken kun je hem op achter blijven neerzetten. En vanaf de start speel ik met 4-4-2. Twee spitsen, daar hou ik echt van. Heel aanvallend spelen zonder Ronaldo in de spits. Achter de linies kruipen, Vieira en Sissoko achterblijven tijdens aanval. En mijn links- en rechtsback ook achterblijven. De rest zit ik niet aan. Alright mensen, dit waren de games. Niet normaal. Ter Stegen in de 9e wedstrijd die ik nog moest winnen. Maar ik heb het overleefd man. 1-0 gewonnen. Dat zegt ook echt alles. Ik had, wat is het? 10 schoten of zo? 9 schoten uit mijn hoofd. Neymar, die komt in de 16. Ik maak hem stuk. Oprecht. Ik deed alles goed. Bijna alles. Behalve het finishen zelf. Maar ja, ik deed alles goed. En hij schiet hem gewoon op de paal. Het is ongelooflijk. Ik geloof het gewoon niet. Ferdinand, echt zo'n goede verdediger. Je hebt de icon swaps tegenwoordig. Dus guys, ga vooral voor Rio Ferdinand. De irritatie is daar gelaten. We hebben het overleefd. Niet normaal. We gaan 10-0. Een goede start van de Weekend League. Heel misschien ben ik morgen nog live. Maar dat beloof ik in ieder geval niet. Ik heb in de middag misschien een afspraak. En in de avond speelt AZ tegen Heerenveen. Dus dan ben ik in ieder geval daar. Dus ik zal even kijken hoe dat gaat qua tijd. Of ik dan live kom. En als ik niet live kan komen, dan neem ik in ieder geval nog een aantal wedstrijden voor jullie op. Edit ik hem. En dan gooi ik hem online. Vond je deze video nou leuk? Vergeet dan zeker eventjes niet om een duimpje omhoog te doen. Te abonneren op mijn YouTube kanaal. Zet de notificaties aan. Heel belangrijk. Je kunt me volgen op de gram @aristotndoenoe. En dan hoop ik jullie weer te zien bij een gloednieuwe livestream en of video. Thanks voor het kijken. Zoals altijd zeg ik, doe relaxed. Rustig aan. Ciao, ciao.